Zijn de mensen in de Turkse gemeenschap ook boos op die paar rotte appels die het verpesten eigenlijk nu voor iedereen? Zeker, zeker. De trouwstoeten zijn een hot topic nu, zeker nu een agent een klap heeft geïncasseerd. Hoe heeft u naar de beelden gekeken? Ja, met afschuw. Ik ben me echt rotgeschrokken van de hoeveelheid agressie die erachter zat. En simpelweg omdat je wordt aangesproken op gedrag wat echt niet door de beugel kwam, op een nette manier. Gent werd gewoon knock-out geslagen. Voor ons was het al een tijdje duidelijk, maar nu voor heel veel meer mensen tijd dat we dit soort gasten aan gaan pakken. Hoe heeft u naar de beelden gekeken? Ik heb de beelden niet gezien, maar ik betreur natuurlijk die incident. Dat is niet goed wat er gebeurt. Een politie mag je handen afblijven. Het is al een tijdje eigenlijk een punt van debat. Heeft de politie wel genoeg grip op de situatie? Ja, kijk, het is, als je iets te vieren hebt en je wilt dat met elkaar doen, dan moet je dat natuurlijk ook gewoon kunnen doen. Maar wat we hier zien, hè, dat je gaat lopen toeteren, de weg blokkeren, overlast bezorgen of wat we in Rotterdam zagen, gewoon agent neerslaan. Dan ben je niet goed bij je hoofd en dan moet je gewoon echt knijterhard worden aangepakt. De blijheid moet ook binnen blijven, niet de andere mensen van jou last van krijgen. Ja, want andere mensen in het verkeer zitten er natuurlijk niet per se altijd op te wachten. Dat interesseert hun geen donderstraal. Nee, maar dat is niet alleen zo. Maar als je ook de ziekenwagen tegenhoudt en onze hulpverleners, dat de ziekenwagen onderweg is naar een hartaanval, dan ben je ongemerkt gewoon dat je iets aan het storen bent. Dat kan gewoon niet. Toch hebben we al jaren eigenlijk last van deze trouwstoeten. Wordt er wel hard genoeg op gehandhaafd? Nee, we zijn echt nog te makkelijk wat dat betreft. En je ziet nu ook op het moment dat je gaat handhaven dat er gewoon keiharde agressie tegenover komt te staan. Ik ben echt een voorstander van het Antwerpse model. Vooraf een vergunning aanvragen. En iedereen die bij de stoet betrokken is kan een boete krijgen op het moment dat iemand zich misdraagt. En zijn de mensen in de Turkse gemeenschap ook boos op die paar rotte appels die het verpesten eigenlijk nu voor iedereen? Zeker, zeker. Zeker. Ja. Want die krijgt het slachtoffer van. Wij komen alleen maar in de beeld op de Nederlandse pers. Alleen al gekke incidenten plaatsvinden. Mensen hebben er een beetje genoeg van. Overigens hebben wij net iemand geïnterviewd in de Afrikanerbuurt in Rotterdam. En werden wij getrakteerd op een eierdouche. Ligt dit gevoelig, dit onderwerp? Ja, blijkbaar ligt het gevoelig als je een gemeenschap hebt, mensen uit een gemeenschap aanspreekt op hun eigen verrotte gedrag. En als je dan een ei naar je hoofd krijgt in plaats van excuses, dan mogen wat mij betreft nog een tikje duidelijker zijn. Als je vraagt om een spotlight, dan krijg je hem en niet op een positieve manier. Dit tolereren we niet meer, het is klaar.